De Stichting Joden Savannah en Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname hebben in samenwerking met de werkgroep UNESCO een workshop gehouden met als titel Sustainable Tourism for World Heritage Properties in Suriname. UNESCO-projectdirecteur Alessandro Martinotti wees op het belang van het verbeteren van de vaardigheden van professionals en lokale gemeenschappen in het beheer van toeristische erfgoedsites. De workshop werd geopend door minister Dinota Forsweek. UNESCO World Heritage Sites are natural and cultural wonders of outstanding universal value to be enjoyed by all people of the world, irrespective of the territory in which they are located. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer spreekt haar dank uit aan de UNESCO voor het beschikbaar stellen van fondsen ten behoeve van de tweedaagse workshop en de trips naar de sites de afgelopen dagen die plaats hebben gevonden. Het doel van deze bijeenkomst is om strategieën voor duurzaam toerisme te ontwikkelen voor erfgoedsites, als ook een gezamenlijke missie en visie. Cultuurdirecteur Roseline Daan zegt dat cultuur en erfgoed hand in hand gaan. Ze ziet graag dat met deze workshop Suriname kan werken aan een goede toerismestrategie. Zoals u weet beschikt Suriname over twee werelderfgoedsites, namelijk het Centraal Suriname Natuurreservaat en natuurlijk onze historische binnenstad, Paramaribo. En nu wordt gewerkt aan een derde site waarvan we hopen dat die over een jaar ook op de werelderfgoedlijst zal voorkomen. Het gaat namelijk om de site Joden Savannah en de Cassipora begraafplaats. In dat kader lijkt ons nu van belang om strategieën te gaan ontwikkelen om deze sites goed te kunnen beheren. We hebben een setback gehad vanwege verschillende oorzaken, ook mondiale oorzaken. We hebben pas gehad de COVID-19 pandemie. Het is niet zo goed gegaan met het beheer van de sites en dat willen we nu helemaal goed maken omdat het belangrijke assets zijn voor toerismeontwikkeling. De erfgoedworkshop duurde 2 dagen en werd vandaag afgesloten.